Goedemiddag. In de vorige video heb ik uitgelegd hoe dat je in NetAcad komt en ook mijn cursus kunt opnemen in jouw account. Nu ga ik heel eventjes kort een overzicht geven van hoe dat het er daar uitziet in NetAcad. Ik ben ingelogd als een student van mijn cursus. Dus niet mijn gewone account waarmee ik lesgeef als instructeur, maar dus een studentenaccount die ik voor mezelf heb aangemaakt. En ik zie dus exact hetzelfde wat jullie zien. Ja, dus als ik eenmaal ingelogd ben in NetAcad, dan zie ik dit. Het kan zijn dat je wat meer cursussen hebt, bijvoorbeeld die Introduction to Packet Tracer en zo verder. Ik heb er maar eentje, degene waar het om gaat, namelijk mijn cursus hier, deze. Zaakjes. Dus dit is het startscherm voor een student. I'm learning. Ik kan eventjes doorflitsen naar de kant. Dan ga ik heel even pauzeren, want dat heb ik niet in orde. Momentje. Zo, oké. Ik heb ook een ander browservenster open waar ik als instructeur ben ingelogd. En dat ziet er zo uit. Op dit moment geef ik maar één cursus. Ik kan cursussen aanmaken, ik heb er geen behoefte aan, want ik hoef er maar eentje te geven op dit moment. Volgend kwartaal wordt dat iets anders. Dan zie je dat ik start dan automatisch in I'm teaching. Ik kan ook I'm learning kiezen daar. Dat is nog iets anders. Maar natuurlijk, de rest van de view van die cursus is anders voor een instructor als voor een student. Dus ik ga terug naar het beeld van de student, jullie beeld. Veel dingen zijn gelijkaardig. Bijvoorbeeld, ik wil toch eventjes hier het menu overlopen. Bij de resources bijvoorbeeld. Download Packet Tracer. Download Packet Tracer. En dan kun je daar de meest recente versie downloaden. Ik had vorige week een link gegeven naar de Windows 8.1, maar er is ook eentje voor Linux, allee, Debian, Ubuntu en Macintosh versie 64 bits, dus ook de Mac gebruikers kunnen hem installeren. Je kunt ook naar vorige versies gaan, maar de oefeningen, de Packet Tracer activities van de huidige versie van de cursus werken niet in de Packet Tracer 7. Je hebt de 8 nodig. En de meest recente is de 801. Vandaag is in een bepaalde klas, gisteren in een bepaalde groep, ben ik tot de conclusie gekomen dat die Packet Tracer Activity, die eerste, gigantisch groot is. Hè. Die nam 3 gigabyte RAM op mijn laptop in. Ze zijn niet allemaal zo groot. Hoor. Die eerste, met dan die branch offices in Alaska en zo verder, die hebben ze wat overdaan. Die is nogal zwaar. Dat is met al die fysische dingen, die racks en die tafels en zo verder. Daardoor is het een vrij zwaar bestand geworden, maar andere packet tracer activities zijn niet noodzakelijkerwijs even zwaar. Goed, dus het belangrijkste hier in het menu op dit moment, packet tracer, de meest recente versie te downloaden, die kun je gratis installeren. Je moet dus uiteraard inloggen met je NetAcad user. Dat weten we, maar dat is nog iets voor iets anders. Wat je hier ook kunt zien is dat je ook naar andere cursussen kunt gaan zoeken. Hier de course catalog kun je, als je mee wil, kun je dus een overzicht krijgen van cursussen die volgens mij niet noodzakelijkerwijs allemaal gratis zijn, maar sommige dan toch wel. Bijvoorbeeld Introduction to Cybersecurity, klik ik hier aan. Die is free, inderdaad. En dus daar kun je je ook zelf voor unrollen. Hè. Sign up hier. En dan komt die cursus om te beginnen. In je startscherm erbij. Maar dat wil ik niet naar mijn startscherm gaan. Kun je die verder ook volgen. Maar dat is dan in je eigen tijd natuurlijk. Hè. Zo zijn er een paar die je kunt koppelen. Hier staat ook die Introduction to Packet Tracer tussen normalerwijze. Ik ben even aan het kijken. Ik denk niet dat ze allemaal gratis zijn. Hè. Hier, Cost Determined by Institution, zie je. Dus je moet niet denken dat heel die lijst zomaar gratis is. Intro to Packet Tracer, hier heb je deze. Die is dan wel free. Ik weet niet of je hier kunt filteren op alleen de frees.
Maar dit zijn dus een subset, want ze zijn het niet allemaal, van cursussen die je kunt koppelen aan je account. En ofwel zijn ze gratis, ofwel zijn ze te betalen. Te betalen is vaak in koppeling met een Cisco training center, zoals Odyssey is. Dus dat is allemaal niet zo vrij. Maar er zijn er een paar die interessant kunnen zijn. Ik ga even terug naar mijn... hier? Nee. Nog eentje terug. Ja, dit hier. En als je dus zo cursus en rolt, dan komen die hier dus gewoon naast. Dus het belangrijkste dat ik van het startscherm wil zeggen, ik ga de cursus starten. Om te laten zien hoe dat die eruit ziet. Heel sober in eerste instantie. En een beetje raar, hè, want je ziet hier, het lijkt alsof dat er niks is, maar je moet verder scrollen. En heel veel afbeelding moest nog geladen worden. Dit is eigenlijk de cursusinhoud in zijn geheel. En zoals ik net in de les ook al gezegd heb, 17 modules. En ik ga gewoon insteken waar wij in de les geweest zijn, namelijk module 1 en 2. Je ziet dat die per groepen module samengenomen zijn. Ik dacht oorspronkelijk van de eerste 3 modules in de eerste les te doen, maar dat ging wat veel worden. Dus ik heb er maar 2 gezien. Die derde module komt dan volgende week uiteraard. En het is mogelijk dat ik er hier of daar een module ga weglaten, omdat we niet genoeg tijd hebben. Gewoon weg, maar we zullen nog wel zien. Voorlopig moeten we de modules gewoon één voor één afwerken. En het staat je dus vrij hier om aan de modules te beginnen, hè, volledig, full-blown, zonder mij, als je daarin geïnteresseerd bent. Ik ga nu naar module 1 tot 3. Het werk is heel eventjes wat aan de trage kant. En dan krijg je deze view. Deze view die links de volledige onderverdeling geeft van... ik ga dit even samenklappen. Dus dit zijn alle modules. Hè. Dus ik klik erop van module 1 tot 3. Maar je krijgt ze alle 17 meteen hier in deze view. En ik heb de afgelopen week module 1 en 2 gezien. Ik klap eventjes module 1 open. En dan vind je alle onderverdelingen die je ook in de presentatie terugvindt, die ik gebruikt heb en die ook op Toledo staat. Die presentatie moet je hier ook kunnen downloaden, geloof ik, maar ik ben niet 100% zeker. Ik ga even gewoon daarin. Dus 1.0, dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 slides in de presentatie. Als ik de presentatie zou open doen, dan zou je dat kunnen zien, dat dat eigenlijk 5 slides zijn. Dit is wel... één slide hier zo, één blok hier. En dan heb je dus een 101, 102, 03 enzovoort. En die staan hier dan onder elkaar. En op een gegeven moment had ik een slide van een video. En dan zeg ik in de les van, kijk, dat is een video, bekijk die thuis. Maar we gaan daar geen tijd in steken in de les. Ja, dan kun je die thuis bekijken. En dat, dus bijvoorbeeld kun je dat dan hier zien. Er is nog een andere manier. Maar bijvoorbeeld kun je die hier zien. Dus dan klik je en dan begint die video, die duurt 5 minuten met geluid die je niet gaat horen nu in deze opname. Die is vertrokken. Ik stop die. Zo kun je die video's bekijken. Er is ook nog een andere manier, maar daar kom ik zo meteen op terug. Ik ga even verder, ik ga die hele module 1 even uitklappen. En dus telkens die video's, dus ik kan ook gewoon hier doorscrollen. En dus die foto herinner je misschien van de presentatie. Ah nee, daar gaat die van subniveaus, moet je dan wel doorklikken naar 1. Van 1.0 naar 1.1 naar 1.2. Dus ik ga het hier eventjes uitpakken om te zien. Hier heb je een check your understanding bijvoorbeeld. Ja. Een check your understanding is zo'n multiple choice geval. Ja. En ik ga hier deze 1.126 eens maken. Uit de losse hand kan zijn dat ik dus een fout maak. Which of the following is the name for all computers connected to a network that participate directly in network communications? Nu, je begrijpt, ik heb
Ik mag in het Engels lesgeven. Ik heb een diploma in Engels dat redelijk hoog is. Maar die vraagstelling van Cisco is verschrikkelijk. Ja. Dus ik zelf zit nog altijd ook, hè, met mijn al mijn kennis van het Engels, te sukkelen over wat vragen ze nu eigenlijk. Hè. Which is the following is the name for all computers connected to a network that participate directly in network communication. En ik veronderstel dat ze bedoelen dat er dus voor zorgt dat de netwerkcommunicatie gebeurt. En dan denk ik dat ze het over intermediary network devices hebben, maar het kan ook zijn dat ze het over hosts hebben. Dus Cairo direct de mist in. When data is encoded as pulses of light, which media is being used to transmit the data? Dat is natuurlijk een fiber optic. Which two devices are intermediary devices choose to? Dus routers en switches in dat. En dan doe ik een check. En dan heb ik... Oula, oula. Ja, die switch die was niet aangevinkt. Hè. Nog eens check. Ja, dus dat was gewoon slecht geklikt. Hè. Dat had ik wel goed. Maar je ziet dat deze fout is. Hè. Ik veronderstel, je kunt dan show me doen bijvoorbeeld. En dan zegt hij dat host is. Hè. Dus bedoelden ze eigenlijk met alle apparaten die aangesloten zijn. Dat zijn hosts. Dus niet alleen maar intermediaire devices. Dus je ziet, ik ga soms ook de mist in. En dat heeft vooral te maken met de vraagstelling van Cisco. Het is erom, mensen die willen gaan voor een certificaat, die moeten echt mee zijn met de manier van vragen stellen van Cisco. Ik heb daar soms redelijk wat problemen mee. Ook omdat ze soms nuances leggen die niet zo evident zijn in hun vragen. En dan ga je eigenlijk gewoon de mist in. En je weet wel dat als je een examen doet voor bijvoorbeeld CCNA, dan moet je dus ergens in de 80% halen en niet zomaar 50% zoals op school. Je mag daar niet zomaar steken laten vallen. Nu in ieder geval, dit is een check your understanding. Je kunt een check doen, een show me, nog eens opnieuw beginnen enzovoort enzoverder. Maar daarmee weet je dan, oh ja, oké, daar zit er nog een gat in mijn kennis, daar moet ik even naar kijken. Dus vraag je ze meteen, nadat ik over die vraagstelling bezig ben, even aanhalen dat je hier dus, zoals ik in sommige groepen al heb laten zien, hier naar andere talen kunt switchen, bijvoorbeeld het Frans, niet het Nederlands. En dan krijg je diezelfde check your understanding, quel est le nom de toelijsordinateur, enzovoort enzoverder. En dan moet je hier dus kiezen uit en kabelen à fibre optique. En routeur en commutateur, dat zijn switchen. Controlé. Ja, tapigé. Ja, dus maar nu ga ik terug naar Engels. Voor alle duidelijkheid, dat is allemaal heel fijn dat je dat in het Frans of in het Arabisch, Chinees van mijn part volgt. Maar het is toch echt wel heel belangrijk in ons vakgebied dat je die Engelse dingen ook onder de knie krijgt. Dat is een check your understanding die ertussen staat. Normalerwijs, ik ga eens even kijken of dat er hier ergens packet tracers, dat is eerder naar achter. Even kijken naar. Hier een packet tracer 155. Zo'n packet tracer die staat er dan zo. Hè. Dus dit is een slide van de converging networks. Dat is een packet tracer en dan kun je die hier de PDF downloaden en dat komt normalerwijze overeen ja, met het docx dat ik op Toledo gezet heb, het Word document, maar dat in PDF. En hier heb je dan een download van de PKA. Kijk naar de link hieronder als ik erover ga, zie je, dat is de .pka. Dus hier kun je ook de packet tracer activity downloaden en dan openen in packet tracer en dan de oefening maken. Die pka's die staan ook op Toledo, hè. Maar je kunt die dus hier ook vinden. Ik ga eens heel eventjes kijken, want dat interesseert me nu wel eventjes. Als ik nu bijvoorbeeld, ik zal deze een keer naar het Spaans gaan. Tipos comunicados. En ik ga dan het Word document of de beschrijving open doen. Dan is dat effectief in het Spaans. En dus voor Frans is dat dan uiteraard hetzelfde. Is het dan in het Frans natuurlijk. Idioma. English. Oké, ik ga verder in het Engels.
Dus je kunt die hier dan ook downloaden. Dus dan heb ik eigenlijk alles. Je hebt even een module practice en quiz, het einde van de module. What did I learn? En what did I learn in de presentatie zijn dat puntjes, dat zijn alleen maar deze titels die daarin staan in de presentatie die ik in de les gebruik. Hier staat er nog een kleine beschrijving. Dus dat helpt om toch al die dingen die uit de checklist die je dan geleerd hebt in deze module, of zou moeten leren in deze module, een korte beschrijving daarvan. En dan ook weer natuurlijk als je wilt in een andere taal, zoals ik heb laten zien. Dat is een check your understanding. En dan heb je hier een quiz die zeer sterk lijkt op de check your understanding. Een check your understanding is telkens van een stuk. De module quiz is dat voor de hele module. En de kans is zeer groot, ik ga dat op die manier zeggen, de kans is zeer groot dat op de evaluatie, toch zeker de eerste evaluatie, de vragen die daar gaan komen, eigenlijk uit deze quiz komen. Er zullen er nog andere zijn, maar als je deze vragen kent, deze vragen moet je toch kennen om een goed punt te halen. Voor de duidelijkheid, ik ga die wel in het Nederlands stellen. Ja? Dus ik vertaal die naar de evaluatie in het Nederlands. Het kan zo zijn. Een kat een kat noemen als ik 180, 200 testen moet verbeteren op korte tijd, op 2 dagen tijd. Dan ga ik dat wel proberen te stroomlijnen, dat het een beetje vlot verloopt. En dan zitten er zeker en vast multiple choice vragen bij. Maar hoe dat die evaluaties er precies uitzien, dat kom ik later nog. Maar zo ziet zo'n quiz eruit. Dan is er nog één ding dat ik niet gedaan heb, en dat is een lab. En hier op het einde van 2 was er een lab, dacht ik. Ja, hier zo. Dat is ook... die staan niet op Toledo, maar het is ook een PKA. Hier. Ik ben aan het twijfelen of ik die ook op Toledo zet, maar de kans is groot van niet. Wat is de opgave van zo'n lab? Is vergelijkbaar met die activities, maar het is dan een volledige uitwerking. Dat is toch wel, ik ga dat ook nog eens bekijken, om dat eventueel ook op Toledo te zetten bij de Packet Activities, Packet Tracer Activities. Want dit is dan eigenlijk een grotere oefening die je moet opmaken. Ja? Op zich wel interessant, maar ik kom daar nog op terug. Die dingen worden alleen maar interessanter naarmate dat het technischer wordt in de verdere modules. Dus dat is eigenlijk in 2 woorden hoe dat de cursus in NetAcad eruit ziet. En je ziet dat dat komt overeen natuurlijk, uiteraard. Maar ik wil nog even een andere view aangeven. Dus ik ga hier niet over de evaluatie spreken. Dat moet je maar eens bekijken. Dat is ook niet het belangrijkste op dit moment. Maar al die check your understandings, quizzes, labs, packet tracer activities en zo verder, die kun je dus zo vinden. Maar dat is een andere manier, een andere benadering. Dat is als je hier boven naar index, course index gaat, dan krijg je dit scherm. En dan zie je eigenlijk een inhoudstabel en dan kun je ook springen naar daar of naar daar. Packet tracer hier. Als ik daar nu op klik, dan klik je naar die packet tracer. Zo. Ja. Maar je kunt ook daarin selecteren. Op zich is dat interessant. Door hier de vinkjes aan en af te kruisen. Dus ik zet dat af, al. Dan is er niks te zien. En dan zeg ik, geef mij nu eens alle packet tracer activities. Er zijn er 43 in deze cursus. En dan krijg ik alleen maar alle packet tracer activities. Of geef mij alle labs. En dan zie je er is er een lab in 1. Dan moet je gaan kijken naar job opportunities. Dat is echt niet de bedoeling van deze cursus. Er zijn 2 labs in module 2 en zo verder. Ja. Maar telkens dus als je zegt van oké, dat lab hier, dat wil ik eens bekijken, de 238, dan schiet je in de cursus naar die pagina en dan heb je hier het lab met dan de dingen, de resources. Anders wat je ook kunt vragen buiten de opties zijn, geef mij alle video's. En dan zie je hier een overzicht van de video's die er zijn van de modules. En dan kun je zo de video's bekijken. En dat is misschien een insteek om op die manier
telkens de video's één voor één af te lopen. En ik raad aan, zeker mensen die wat problemen hebben over met het meezijn met de cursus, van die video's zeker en vast te bekijken. Ik ga eens even bijvoorbeeld Navigate Between iOS Modes. Ik ga die even draaien. Wat gaan ze daar eigenlijk doen? Dus ze gaan eigenlijk in die video's eenvoudige netwerkjes opzetten in Packet Tracer. Veel eenvoudiger dan die activities die je krijgt. En ze gaan die verschillende commando's tonen. Ik ga even doorscrollen. En hier zitten ze dus met een zwart scherm met een console op die switch die daar stond. Dus deze switch, wat ze gaan doen, wat ze nu net gedaan hebben. Ze. Dus wat ze... Ah, damn, even pauzeren. Dus in Packet Tracer kun je eigenlijk heel simpel beginnen. Een PC die ingeplugd is in een switch. Ik ga er een aparte video van maken voor zoiets. Wat er dan gebeurt in deze video, is dat ze op deze switch inloggen, tussen aanhalingstekens, waarschijnlijk via de Cisco-kabel, want dus die blauwe Cisco-kabel wordt hier gemodelleerd in Packet Tracer. En dus dan kun je van hieruit, van de PC, een seriële connectie maken naar de switch, dus zoals het in het echt gebeurt. Hè. En dan krijg je een zwart scherm van de console, en dat is wat er dan... Wacht, dat is wat er dan hier gebeurt. Voilà, plats. Dus dat is het beeld van het scherm van de switch. De switch is aan het opstarten. En komt nu in zijn enable, in zijn user exec mode. Ja. En normaal gaan ze dan direct naar enable hier. Ze leggen uit dat dit de prompt is. Ja, ik heb nu geen geluid. Die video kun je rustig bekijken, beluisteren, enable. En je gaat naar enable mode, zie je. Dus op zich zijn die video's allemaal zeer interessant om te bekijken. Dus dat zijn de video's. De check your understandings. Als je daar een overzicht wilt hebben, kun je die check your understandings één voor één aflopen en proberen. Quizzes. Syntax checkers. Ik weet niet precies wat dat is. Hier zo. Ah ja. Use the syntax checker. Die was ik vergeten op te noemen bij de check your understandings, quizzes en zo verder. En dan vragen ze hier. Dus dat is interactief. En dan zeggen ze hier. Dus ik klik hierop. Dus dan zit ik zogezegd op een console van een switch. Maar ik zit in user exec, want dat zie ik aan de groter dan. En dan zeggen ze in het oranje, enter privilege exec mode using the enable command. Wat zou dat zijn? Enable dus, met andere woorden. Welke type van de volgende. Return to user exec using the disable command. Dat heb ik nog nooit gebruikt, disable, tussen haakjes. Want normalerwijze doe je enable en exit. Dus ik ga even resetten. Die animaties, die interactieve dingen, die verwachten bepaalde dingen en die verwachten niet dat ik iets anders ga doen. Dus ik doe een enable. En als je nu een exit doet, nee, dat aanvaardt hij niet, maar in het echt ga je dan terug naar user exec. Dus ze verwachten nu dat je effectief disable intypt. Re-enter privileged enable. Enter global configuration door de conf term. Gaat hij dat doen? Fout, want je moet het helemaal ingeven. In het echt is dat dus niet nodig. En zo verder. Ja. Maar op zich, dus dat is een syntax checker. Op zich is dat ook leuk om mee te leren spelen. Daar moet je gewoon tijd in steken, hè, mannen. Course index animations. Wat zijn animations? Een animation, ik ga deze laten zien, van de end-devices. En dat kan ik hier starten. En dan zie je dat er dus een mail gaat van deze meneer langs de PC switch router. En is dat dan? Message can take alternate routes. Ja, dat weet ik. In drie richtingen. En hij pakt die route. En dan komt hij bij die switch. En dan komt hij bij die persoon terecht. Voilà. Ja, dat zijn animations. Interactive activities, UTP cabling,
Nu, dat heb ik. Dat wordt uitgelegd hier. Maar dus als je een A, dat is een straight through. Dat staat hierboven. Voilà, hier staat dat uitgelegd. Dat is bij 4, ik wou wel zeggen. Dat hebben we toch niet gezien. Dat is in module 4, dus dat komt later wel. Maar dus de A-type is dit hier. Zijn de twisted pairs zo verdeeld op uw RJ45-connector. En dan heb je dus eerst groen-groen. Wacht even, maar maakt in principe niet zo heel veel uit. Allee, het maakt heel veel uit. Maar. Dus dit hier, wacht even. Wacht even, hoe moet je dat doen? Select de pin case. Dan de cable pin. Wacht even, in welke richting is het nu? Ik heb die geselecteerd. Daarop. Ah ja, oké. Okay. En dan die daar. En dan is het normaal oranje-wit. En dan is het blauw-paar. Oranje staat hier. En daar hier in het midden zit de blauwe. Eerst de gewone blauwe. Weet ik ook zomaar niet van buiten, zo. Eerlijk gezegd. En dan dat zo. Dat is de normale pinout. Check. Correct, you have successfully chosen the correct cable pinout. Dus hoe meer tijd dat je hier besteedt in NetAcad, hoe meer je ervan opsteekt. Oké. Ik weet niet hoe ik dat wegkrijg. Tekst en dan de gewone slides en zo verder. Ja. Dus dat is op zich wel een interessante insteek. Maar je begrijpt. Even reset, werkt dat dan? Ja, oké. Je begrijpt, het kost allemaal veel tijd. Maar die tijd moet je er echt in steken. Dan ben je helemaal mee. Natuurlijk niet met module 4 op dit moment. Module 1 en 2, als je die van binnen en van buiten kent, dan ben je al heel ver weg. Oké. Ik ga nog een andere video maken. Waarbij dat ik dus een eerste keer een packet tracer gebruik. En nadien, maar dat zal de laatste zal zeker voor morgen zijn, de Packet Tracer Activities die je moet maken. Dus deze ga ik morgen afwerken en video's van maken. Deze 2 en dan deze 6. Ja. En dan hou ik er hiermee op, zeker, hè? Dus dat was een eerste stap in NetAcad. Tot later.